René, was jij al eerder hier bij Veilingzon? Regelmatig, maar dan nooit in het hart in het computercentrum. En ja, het is heel bijzonder. Voel jij je daar thuis? Helemaal niet. Helemaal niet? Oh, en je toch ga je voor ons koken hier? Maar we hebben de veiling leeggetrokken, dus we hebben lekkere producten gehaald, links en rechts. En dan gaan we gewoon heerlijke dingen mee maken. Ja. Zeg, Go Mio is uit. Ja, dat is heel spannend. En? Super. Nou ja, voor Limburg natuurlijk het mooiste hotel van Nederland. Het Kruisheer Hotel, mega top. En ja, we hebben de punten weten te houden met vele van onze collega's in het zuiden. Nou ja, dus we hebben het goed gedaan. Ja, je bent niet gestegen, niet gedaald. Standaard gewoon, lekker, lekker er tegenaan. Ja. Dus, dat is wat je had gehoopt? Ja, natuurlijk. Ja, stijgen is altijd mooier natuurlijk. Ja. Maar je moet reëel zijn, langzaam bouwen, goede fundamenten. Ja. Goed en dan komt de rest vanzelf. Nou, gefeliciteerd. Het is toch elke keer weer een prestatie. Ja. Zeg, je hebt een hele bijzondere kip bij je vandaag. Ik vind het een hele bijzondere kip inderdaad. Een beetje vierkant. Menu 2010. Ja, menu 2010, de culturele manifestatie, hè, waarbij je kunstenaars eigenlijk hun visie geven op het dagelijks voedsel. Precies. En vooral op dat gebied hier in Venlo, de landbouw, de veeteelt, het Greenport gebied. Ja. Gaan we het verder over hebben nog vandaag. Ik ga lekker koken. Wat ga jij koken? Vertel even. Vers Noordzeetongetje uit Den Oever. Heerlijke groentjes erbij. Ja. Paprika, de zoekersnaps, worteltje. We gaan een feestje van maken. Nou, ik kom het dadelijk bij je proeven. Tot zo. Tot zo. Want ik ga eens even kijken naar een van de veilingmeesters van Zon Fruit & Vegetables, Peter Rutte. Waar zijn wij hier? Wat is dit? Het Hallo. Computerhart, zegt René. We zijn hier in de afmeetzaal van Zon Fruit & Vegetables. En de naam zegt het al, we verkopen hier groente en fruit. En dat doen we met behulp van een internetklok. Een internetklok? Ja. Nou, leg mij uit hoe dat gaat. Want ik zie, behalve bij René, zie ik helemaal geen fruit en groente. En toch wordt dat hier allemaal verhandeld. Hoe gaat dat? De groenten die staan bij ZLC. Dat is een logistiek centrum. Ja? En die zijn daar te bezichtigen voor de kopers. Als de kopers dat gezien hebben, dan komen ze hier naar de afmijnzaal. En 's morgens om 7:30 dan starten we met de verkoop van groente en fruit. Maar wacht, dus een koper die gaat in alle vroegte al hier op het terrein naar dat logistieke centrum. Die gaat daar kijken naar de kwaliteit van de paprika's, de producten. En dan zegt hij, nou, de kwaliteit is goed. Ja. Of niet goed, of in ieder geval ik wil een bepaalde prijs gaan betalen. En dan komt hij hier te zitten om 7:30 's morgens al. Om 7:30 gaan we precies starten. Ja? En dan beginnen we met een product en dat wordt via het kloksysteem aangeboden. En dan zitten achter al deze computers zitten groothandelaren, kopers. Kopers, commissionairs, kleinhandel, van alle soorten kopers. Ja, en die zitten daar en dan zit daar hier een koper en die denkt vandaag heb ik nodig voor mijn afnemers komkommers en paprika's, tomaten en rabarber of zo. Dat kan. Dus die let dan op als op die klok die producten verschijnen. Ja, de klok. Het systeem van de klok werkt als volgt. Het is een afmijnsysteem. Ja. Dat wil zeggen, het begint altijd hoog en de klok die loopt terug. En de kopers die aangesloten zijn, die hebben een knop waarmee ze de klok kunnen stoppen. Ja. Komt de prijs in de buurt van wat zij denken te geven, dan drukken ze die knop in, dan stopt die klok en dan krijgen ze verbinding met de afslager. Uh-huh. Die afslager die, krijgt dan door hoeveel product dat die koper wil hebben. Ja. Dat wordt in mindering gebracht van het totaal aantal. Ja. Die klok die wordt weer opnieuw uitgezet en alle kopers hebben weer de mogelijkheid om die klok te stoppen. Echter, er is maar één koper die als eerste die klok kan stoppen en dat is dus de koopman. Dat is de koopman van dat product op dat moment. Voor die prijs. Voor die prijs. En hoe gaat dat dan? Dus ik zit hier en ik denk ik wil zoveel cent per kilo of zo gaan betalen. Ja, of per stuk. En die klok die komt en die komt. Het is dus heel spannend. Van krijg ik het voor mijn prijs of heeft iemand anders dadelijk al geklokt? Die mogelijkheid is er. En dan ga je met niks naar huis. Dan ga je met niks naar huis. Maar ik heb al verkocht. Als groothandelaar bijvoorbeeld. Ik heb product nodig. Dus dan wacht ik tot die klok weer gaat en dan ga ik dus meer betalen. Dan zult u meer moeten betalen. Oh, het is een heel spel. Het is een heel spel, ja. Nou ja, dat zullen zij niet zeggen. Ze zullen zeggen het is business. Maar het klinkt als een heel spannend spel. Dus je kan echt winnen als je elke keer jouw prijs, als je het voor jouw prijs kan krijgen. Ja, dus is een punt van aanbod en vraag en aanbod. Ja. Dus al nagelang er veel product is of veel vraag, zal die prijs tot stand komen. En wat is dan uw rol als veilingmeester? Bepaalt u dan op welke prijs u inzet? Ja, de veilingmeester die bepaalt de hoogte van het uitzetten. Ja. Die klok gaat lopen. En als de koper gekocht heeft, dan registreert hij de transacties. Ja. En hij zorgt weer dat die klok opnieuw gaat lopen. Ja. En hoe bepaalt u dan die startprijs?
Die startprijs, dat is een, op basis van ervaring en feeling in de markt. Daaruit moet je bepalen hoe hoog je de klok aangooit. Ja. Maar loopt u ook wel eens door dat logistieke centrum om te kijken naar wat voor kwaliteit hebben we vandaag eigenlijk voor de klok? De kwaliteiten die zijn over het algemeen wel bekend. Mm-hmm. Maar we lopen geregeld door het logistiek centrum om de producten te bekijken. Ja. Je moet weten wat je verkoopt. Ja, oké. Oké, dus op een gegeven moment is een deel aan de eerste koper verkocht. En dan gaat die klok omhoog en dan worden steeds andere tranches van die totale hoeveelheid verkocht. Ja. En als het aan het eind van de dag dan producten over is, wat gebeurt er dan? In de regel wordt alle product verkocht. Ja? In enkele gevallen dat er meer aanbod is dan dat er vraag is, dan heb je product over en dat wordt dan in het ergste geval vernietigd. Vernietigd? Ja. Ja, dat moet dan wel, want anders hou je die markt natuurlijk ook niet. Precies. Want als je het restje zou weggeven, dan zou de rest steeds groter worden. Je weet dat er elke dag opnieuw weer vers product aangevoerd wordt. Dus op een gegeven moment... Dan gaat het zo. Zeg, dus het is helemaal digitaal. En het is inmiddels ook een flink gedeelte wat hier door Zon Fruit & Vegetables op deze wijze wordt verhandeld, hè? Op dit moment is het zo ongeveer 1/3 wat via de klok verkocht wordt. Ja, en waar komen al die producten vandaan? Is dat alleen dit gebied of is het heel Nederland? De producten komen uit heel Nederland, hebben we telers die hier producten aanleveren. Ja. En dat is dan een business die is van maandag tot vrijdag? Elke dag, maandag tot en vrijdag. Maar eigenlijk bent u om 10 uur klaar? Precies, dan zijn de producten verkocht. Ja, en dan? Dus het is een zeer efficiënt systeem waarmee je in een korte tijd veel producten verkopen. Ja, en dan gaan die producten die worden door de afnemers opgehaald en gedistribueerd over het land? Ja. Dus dan is het echt zo dat wat je hier 's morgens verhandelt, ligt 's middags in de schappen? Kan 's middags in de schappen liggen, ja. Ja, ongelooflijk. En dan in het weekend? In het weekend is er geen verkoop. Maandag starten we weer opnieuw. Ja. Ja. Zeg, en nu, wat is het grote voordeel van die digitale klok in vergelijking tot de ouderwetse klok? Met die digitale klok ben je voor meerdere kopers bereikbaar. Er zijn thuiskoopsystemen, dat wil zeggen dat mensen van thuis uit kunnen kopen. Ja. Precies op ditzelfde systeem. Ah, die kunnen inprikken op het systeem, alsof ze hier zijn. Via internet loggen ze in op het systeem en ze kunnen aan het proces meedoen. Ja. Zeg, nog even, hè. Als ik dan wil klokken, wat doe ik dan? Hoe gaat dat dan? Ik wil afslaan, ik wil kopen. Ja. Moet ik dan op een knop duwen of moet ik dan iets roepen? Nee, moet ik mijn hand opsteken? Er zit een knop en aan de kopse kant van de bank, hier in de afmijzaal. Ja. Daarmee kunnen de kopers de klok stoppen. Ja. Thuis is het natuurlijk, heb je geen knop zetten, maar dan doe je via het toetsenbord. Pam, en dan is het ook zo. Dan kun je het ook niet meer terugtrekken. Zeggen, oh sorry, nee, ik wilde het niet. Nee, die mogelijkheid is er niet. Het is van jou? Ja, precies. Als je dat doet. Okay. Gekocht voor die prijs. Ja, dankjewel. Graag gedaan.